Alpine heeft zojuist door middel van een livestream haar 2022, ja, livery moeten we eigenlijk wel zeggen, bekendgemaakt. Want de echte auto is op dit moment in Barcelona om klaar te stomen voor de testdag. De livery was tijdens de liveshow op een showcar te zien. Ja, met deze flitsende kleuren hopen de Fransen in 2022 weer een stap richting de top van het veld te zetten. De Franse renstal heeft toch best wel een veel bewogen winter achter de rug. Zo vertrokken namelijk Alain Prost en Martin Bokoski bij het team. En werd recent Otmar Szafnauer gepresenteerd als de nieuwe teambaas. In een interview zegt Alonso het volgende over de gloednieuwe A522. The new car, I really like, you know, the livery. I like the colors, the combination. Obviously, the technical side of it, we have to keep it secret, and we have to first hit the track and see how it behaves. I think it's going to be a very intense winter for us, where we need to develop the car as fast as we can and learn from the new regulations. But we have some interesting solutions on the car, and let's see if we can unlock the performance as soon as possible. Ja, Alpine heeft ervoor gekozen om niet één, maar twee liveries te presenteren voor het nieuwe seizoen. De tweede, compleet roze livery, gaat gebruikt worden tijdens de eerste twee races van het seizoen om zo de nieuwe sponsor BWT te promoten. Ja, welke van de twee liveries vind jij eigenlijk het mooiste? Laat het weten in de comments hieronder en dan zien we je morgen weer. Tot dan! Hoi!